Nou, ik zit hier gezellig in de auto met Jan-Hendrik Dronkers in de Tesla. En Jan-Hendrik is volgens mij verantwoordelijk voor alle snelwegen in Nederland, hè? Onder andere. Ja, en de waterwegen, hè? Tenminste de hoofdwaterwegen. Ja, Rijkswaterstaat. Wat is jouw rol daar, Jan-Hendrik? Ja, ik ben eindverantwoordelijk. Directeur-generaal heet dat in ambtelijke termen. Ja, we kennen elkaar van kilometerheffing. Dat project wat jij trok als generaal. Hoe denk je daar, hoe kijk je daar nou op terug na al die jaren? Nou, een mooi project waar ik veel van geleerd heb. Over ook samenwerken met marktpartijen, met experts. En ja, innovatie is lastig, is moeilijk. En nou, dat hebben we in ieder geval ook in dat project wel ervaren. Maar uiteindelijk breken dingen toch ook door. Ja, en dit project ging eigenlijk niet op techniek. De kilometer ging niet op techniek, dat ging op politiek ging het mis. Gaat het nou vaak op techniek mis of op politiek? Grote projecten met veel verandering. Nou, het komt beide natuurlijk voor. Hè. Soms is het ook technisch heel erg moeilijk om dingen te realiseren. Maar vaak, ja, als de techniek eigenlijk wel duidelijk is, dan moet er ook politieke besluitvorming plaatsvinden. Dus ik denk voor de beeldvorming is het vaker zo dat ze in politieke zin sneuvelen. Maar ik weet niet of dat een helemaal een eerlijke benadering is. Want soms zijn ook nieuwe dingen technisch complex, maar dan komen ze gewoon niet verder dan die fase. Ja. Dan komt het überhaupt niet in de politieke besluitvorming. Ja, politiek is achter, als het echt grote veranderingen zijn, gebeurt er achteraan. Precies. Je bent nu je bent ook nog steeds geïnteresseerd in nieuwe dingen. Absoluut. Je rijdt nu in die Tesla. Je bent naar de Volvo geweest om te kijken naar autonomous driving. Wat zie je als de grote trends met verkeer in de komende jaren? Nou, ik denk dat autonomous driving dat zeker gaat komen. Die techniek is beschikbaar. En het is ook heel erg plezierig. Hè? Denk maar eens naar trajecten waar je toch gewoon de auto voor je kunt laten rijden. En dan kun je er ook tijd mee winnen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen daarin zelf kunnen kiezen. Zeg maar helemaal altijd zelf rijden. Geef naar helemaal automatisch rijden. Dat zal dan eerst gaan via de keuze van mensen. En ja, geleidelijk zullen we daar denk ik naartoe groeien. Er zitten heel veel voordelen aan die ontwikkeling. En, ik denk heeft dat ook voordelen voor de particulier is één ding, maar de voordelen voor, zeg maar voor Nederland, wat gebeurt er als een steeds groter percentage autonomous gaat rijden? Nou, ik denk dat er zeker in stedelijk gebied heel veel voordelen aan vastzitten, want een auto kan ook rijden zonder bestuurder, daar wordt weinig over gesproken, maar dat is eigenlijk ook nog wel een voordeel van dit type auto's. Dus je denkt aan de hele parkeerbelasting. Heb ik wel eens een keer gezegd van nou, misschien in de toekomst zou je delen van het wegennet kunnen gebruiken om daar auto's te laten parkeren buiten de stad. Want ja, die worden toch s'avonds nog maar heel beperkt gebruikt. Dus er komen allerlei mogelijkheden en oplossingsrichtingen ja, waar misschien sommige mensen nu nog geen fantasie over hebben. Maar we wel fantasie over moeten zien te ontwikkelen. Want die mogelijkheden kun je benutten om de stedelijke omgeving nog beter in te richten. Dat ze nog leefbaarder wordt en nog duurzamer. En ook het aantal auto's. Als dus auto's gewoon beter gebruikt worden, autonomous mensen gaan ophalen en dan heb je ook gewoon, dan staan ze niet 23 van de 24 uur stil. Nee, je kunt zowel het netwerk, zeg maar de infrastructuur, als ook het vervoermiddel zelf beter benutten. Nou, wie zou dat niet willen? Dus dit is een trend die zit er gewoon aan te komen. Het is ook een hele leuke nieuwe ontwikkeling waar we absoluut de voordelen van gaan plukken. En het is leuk om ook vanuit de overheid dit soort ontwikkelingen te stimuleren en daaraan mee te helpen om die tot stand te brengen. Ja, als je nou kijkt naar elektrisch rijden, ook een grote trend, zeg maar, van hoe zie je dat zich ontwikkelen en hoe denkt men daarover in Europa, in de markten, wat jij zo ziet? Nou, naar mijn mening heeft elektrisch rijden echt ook de toekomst. Want kijk, in stedelijke gebieden is een van de belangrijkste nadelen van een auto zijn toch de emissies. Hè, van een traditionele auto op gewoon een normale brandstofolie voortgedreven. En bij elektrisch vervoer heb je die uitstoot niet. Dus zeker voor de gezondheid, zeg maar, in de steden is het een hele belangrijke ontwikkeling. Ook geluid is een stuk minder, dat is natuurlijk ook een nadeel. Zeker in stedelijke omgeving. Dus er zitten aan die aandrijving ja, een heel aantal belangrijke voordelen vast. Vergeleken bij traditionele brandstoffen, dat ik denk dat dat een enorme impuls zal krijgen. En je ziet het ook al, het succes van ook de auto waarin we nu al rijden. Dan zie je dat mensen dat elektrisch rijden ook leuk gaan vinden. Het ziet er ook goed uit. Ja, die Tesla, en, dat is inderdaad ja, dan... Gaat toch wel gebeuren. Ja, wat vonden ze ervan bij, als je ziet, als jij Volvo tegenkomt of inderdaad Volkswagen, wat denken die partijen? Nou, je ziet het ook dat zij ook steeds meer varianten met elektrisch rijden gaan ontwikkelen.
Natuurlijk eerst via de plug-in, maar ja, dat zal waarschijnlijk wel een doorontwikkeling krijgen naar full electric. Maar goed, dat moeten we afwachten. Maar dat er op zich veel meer elektrische aandrijving komt, ja, dat zie je nu aan alle kanten al om je heen. Je ziet het ook in advertenties, je ziet het in de nieuwe modellen, je ziet het op de nieuwe autotentoonstellingen. Ja, dus ja, die trend is onmiskenbaar. Sinds jij DG bent geworden bij Rijkswaterstaat is de file-druk behoorlijk naar beneden gegaan. Is dat toeval? Ja, dat is natuurlijk altijd toeval, want ik voer alleen uit wat de politiek bedenkt. Ja. Dus die mensen lopen in de wind, maar je moet ze ook de eer geven als het goed gaat. En ja, in die zin heb ik altijd een bescheiden rol. Maar hoe komt het eigenlijk dat de file druk nu omlaag gaat? Is het alleen maar economische crisis? Of nee hoor, is er... er is natuurlijk een onder Ullings al gestart en de huidige minister, mevrouw Schultz, heeft het doorgezet. Heeft al een enorme ontwikkeling plaatsgevonden naar verbreding van het wegennet. Dat heeft enorm geholpen. Naast natuurlijk ook helaas de economische crisis die tot een veel geleidelijker mobiliteitsstijging alleen heeft gegeven dan we eerst hadden gedacht. Waardoor dus de congestiedruk ook minder is. Minder stijging of is het ook echt aantal kilometers naar beneden? Nou, nu, dus een beetje hoe je het bekijkt al op het hoofdwegennet of is het totaal. Maar nu stijgt de mobiliteit weer licht. Maar goed, de economische crisis heeft toch een dip in die ontwikkeling gegeven. En dat merk je ook terug in de congestiecijfers. Ja, leuke job? Ja, hele leuke job. Ja? En leuk om weer eens een keer met jou te babbelen. Ja, nou, dat vind ik ook. We hebben het leuk samengewerkt bij een project dat niet gelukt is. Maar er gaat weer een hele hoop gebeuren op het gebied van innovatie. Om te beginnen in dit soort auto's.